Dit is Flevoland van zaterdag 18 november, de dag dat Sint en Piet weer in het land zijn. De goedheiligman kwam op meerdere plaatsen aan in Flevoland, waaronder hier in Emmeloord aan de Zuiderkade. Het was onderweg best zwaar. Gisteren ging het heel goed. Toen was de storm gaan liggen en toen waren de pieten ook weer een beetje dat je zegt van nou, ze kunnen weer een weekje mee. Hè? Maar vandaag ja, hebben we wat te maken met regen. Maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen. Honderden kinderen stonden langs de kade te wachten om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. Ze weten al precies wat ze van Sinterklaas willen krijgen. Een brandweerauto. Loopbaan. Een rallyauto. Een stuurbare auto. Ik wil heel graag van Barbies. Hondjes van Barbies. Kijk eens, Sinterklaas, heel veel kinderen. Hè? Hoeveel zijn het? Honderden zeker. Misschien wel duizenden. Maar dat ga ik straks allemaal tellen. Dat ga ik controleren, natuurlijk. En ik ga ook heel graag heel snel naar de kinderen toe. Maar dat begrijpt u vast. En in het winkelcentrum van Zeewolde werd vanochtend een pietenhuis geopend in een leeg winkelpand. Het Pietenhuis is een initiatief van de stichting Pieten on Tour. Tientallen kinderen bekeken binnen de landelijke intocht van Sinterklaas, want de Sint komt volgende week zaterdag pas aan in de aanloophaven van Zeewolde. Veel Flevolandse deelnemers vandaag en gisteren op de Grand Prix in Den Haag. Een groot internationaal judo-toernooi dat voor het eerst in jaren weer in Nederland te zien is. Vandaag greep Iris Ibema uit Dronten net naast het brons in de klasse tot 63 kilogram. De Canadese Stephanie Tremblay was net wat sterker. Ibema begon de dag nog met 2 zegers, maar verloor in de halve finale van de Britse Alice Schlesinger. Roy Kofijberg uit Dronten was gisteren dicht bij een medaille. Hij verloor in de herkansing in de klasse tot 60 kilogram de strijd om het brons van een judoka uit Mongolië. Een partij die al na 14 seconden voorbij was. Nou, ik hoorde net dat het 14 seconden was. Dus mijn EK-titel in 2015 was 13 seconden. Toen won ik. Dus daar heb ik wat mee waarschijnlijk. Ja goed, dit bewijst ook wel weer zijn wereldniveau wat hij heeft. Ja, dit is. Ik moet dit ook weer terugkijken. En dan gaan we kijken van hey, waar ging het dan fout? En misschien ging het ook wel niet fout. Ja, dat moeten we nog even bekijken. Maar dat zonnes is een feit. Voor broer Bas Kofijberg was het toernooi na de tweede ronde al voorbij. Ook hij verloor van de Mongoliër. Natuurlijk is het balen dat je die partij verliest. Want je wil natuurlijk gewoon winnen. En ik zat dichtbij, maar ik ben tevreden over de partij die ik heb gemaakt vandaag. Ik weet waar ik aan moet werken voor de komende tijd. Jong Almere City zaterdagmiddag op eigen veld tegen VVOG. En bij winst op de Harderwijkers zouden de Almeerse talenten een grote kans maken op de eerste periodetitel in de derde divisie. Als concurrent Spakenburg maar niet met ruime cijfers van Jong Twente zou winnen. VVOG opende brutaal. Van Hilton zit mis. Arends met de voorzet, maar die weet Frank Hol net niet te vinden. Dan de Almeerse talenten met James F. Morfidis. En wat een vrijheid voor Nicky van Hilton. Mag aanleggen, maar het voetenwerk van Frans Kornberg voorkomt de 1-0. Dan weer VVOG met Wesley de Klein. Opent op Frank Hol en de 0-1. Prima tegendraads ingeschoten. Grim kansloos. En de verrassende voorsprong toch wel voor de Harderwijkers. Dan na 27 minuten vrije trap voor VVOG. En dan gaat de hand van James F. Morfidis opzichtig naar de bal. En dan wijst de scheidsrechter naar de stip. Ik kan erover discussiëren of het er binnen of er buiten was. Maar F. Morfidis moet dit gewoon niet doen. Buitenkansje voor VVOG. Bia mag zich belasten. En die scoort de 0-2. En dan lijkt de periodetitel ineens helemaal uit zicht voor de Almeerders. En dat lijkt Mike Grim ook te beseffen. Dan een corner voor Jong Almere na 33 minuten. Afvallende bal is voor F. Morfidis. Schot geblokt. En dan het duel tussen Kruisheer en Frank Hol.
En dan de onbesuisde overtreding van Hol op Kruisheer. En wat doet scheidsrechter Ter Brake? Die geeft rood. En dan moeten de Harderwijkers met nog een uur spelen. Verder met 10 man. Maar nog wel nog altijd met die 0-2 voorsprong. Maar het is het kantelpunt in de wedstrijd. Want Jong Almere gaat ineens voetballen met James F. Morfidis. Prima bal op Van Hilten en de 1-2. 5 minuten voor rust. Prima doelpunt van Van Hilten. En dan ineens ruiken de Almeerders bloed. Interceptie. Kruisheer op F. Morfidis. En met een simpele voetbeweging de 2-2. Prima speler die James F. Morfidis. Misschien wel wat voor het eerste van Almere City. En dan gaat het ineens hard. Binnen 2 minuten tilt Jong Almere City de 0-2 achterstand naar 2-2. En dat zou ook de ruststand betekenen. Tweede helft waarin Almere op zoek moet naar de 3-2 met Faris Hamouti. Heerlijke pegel en een dito redding van Kornberg. Hamouti, de Marokkaans jeugdinternational. Dan zitten we in de 66ste minuut. Galit Tatmin weggestuurd, geen buitenspel. En die wordt dan naar de grond getrokken door Snijders. En een penalty. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Maar wat doet scheidsrechter Ter Brake? Die geeft weer een rode kaart. En dan moet VVOG verder met 9 man. Lichtelijk overdreven in mijn ogen. Penalty en een gele kaart was een prima straf geweest. Want op deze manier wordt VVOG wel heel erg hard gestraft. Samen met Bouloud, de invaller, mag het vonnis vellen. En dat doet hij. 3-2. Wedstrijd beslist. Spakenburg staat dan nog altijd 0-0 tegen Jong Twente. En dus kunnen de Almeerders zich gaan opmaken voor een feestje. En met 2 man meer op het veld. Absolute numerieke meerderheid is het natuurlijk heerlijk voetballen. Tatmin, schot geblokt. Charlie Telfer de schot. Maar hij ziet zijn inzet net overvliegen. Maar het is een kat-en-muisspel geworden natuurlijk. Met 11-9. Dan de 90ste minuut. Galit Tatmin omspeelt Kornberg. Tatmin is niet zelfzuchtig. Hij gunt Aninkora zijn doelpunt en de 4-2. En dus buigen de Almeerders die 0-2 achterstand om in een 4-2 zegen. Tegen 9 man. Scheidsrechter drukt een zware stempel. Maar daar maalt niemand om in Almere, want de eerste periodetitel is een feit. Ivar van Dinteren, ja, Jong Almere City pakt voor het eerst in de clubgeschiedenis een periodetitel in de derde divisie. Trots? Ja, super trots natuurlijk. Ja, wat ik zeg, mooi toch? Als je prijs kan pakken, dan moet je hem ook echt pakken. Nou, dat hebben we gedaan, nou, je hoort het wel. Ja, het is even feest en dat is goed en dat moet ook. Hier hebben we naartoe geleefd en ja, uiteindelijk in een hele zware wedstrijd hebben we het toch weten te winnen. En uiteindelijk de periode gepakt, dus helemaal top. Ja, het zag er lange tijd niet naar uit. Ja, in de eerste helft keken jullie na 40 minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Ja, volgens mij de eerste goal, balverlies van ons, of wel voorover een bal, verliezen en we lichten gelijk in. Lange bal ligt hij erin en dan een handsbal die ik zelf niet heb gezien. En dan is het 2-0. Ja, aan de andere kant kan je 2 dingen doen. Of bij de pakken neer gaan zitten. Of je gaat zeggen van oké, jongens, doorgaan en blijven spelen. Ja, toen, volgens mij was het binnen 2 minuten was het 2-2. Gefeliciteerd. Hoe gaan jullie dit vieren? Ja, we hebben eigenlijk helemaal vooraf helemaal niks besloten. Dat wilde ik ook helemaal niet. Want ik vind gewoon, je moet gewoon die wedstrijd winnen. En dan kijken wat er gebeurt. Het moet spontaan, het moet natuurlijk zijn. En ik denk dat die jongens wel wat gaan doen. En we zullen in van de boven gaan zo. En het zal ook een klein feestje worden. En dan hoop ik dat die jongens eventjes goed de beest uit gaan hangen. Eerste klasse Flevo Boys loopt de periodetitel mis in de eerste klasse. Flevo Boys zelf speelde met 1-1 gelijk hier in Frieseveen tegen DOS 37. En concurrent Deto won wel. Aron Nijboer, de aanvoerder van Flevo Boys. Ja, waarom pakken jullie hem niet? Ja, we komen met een beetje geluk wel op 1-0 voorsprong. Maar op dat moment zakken we eigenlijk in. En dat is helemaal niet nodig. We moeten eigenlijk gewoon doorgaan. En dan gaan zij drukken en dan valt hij voor hem goed. Laten we eens kijken hoe de wedstrijd ging. Aron Nijboer na 25 minuten spelen. Op snelheid. Timo Roray. En hoe kun je hem zo raken? En wat een kans zeg voor Flevo Boys. Deze Timo Roray. Van de vrije trap voor DOS. En wat een redding van Rodney Rozink. In de 30ste minuut. Hier redt hij zijn ploeg. Deze Rodney Rozink. Goud waard voor Flevo Boys. Hoge bal.
Een vrije trap voor Flevo Boys. Een mooie plaats. Echt zo'n plaats voor Doefikar. Maar die Doefikar. Ook achter de bal. Prachtig schot. Een goed keeperswerk daar van DOS 37. In de slotfase van de eerste helft. De Emmeloorders in de aanval. De bal kan er niet goed weggewerkt worden. Dan Doefikar. Zo blijft het 0 tegen 0. En daarmee gaan de ploegen rusten. Van de tweede helft. Arjen Spaan. Jarno van der Wal. En de 0 tegen 1. De twee invallers. Spaan en van der Wal. Belangrijk bij deze openingstreffer. Maar Flevo Boys kreeg het moeilijk na de 0 tegen 1. Want let maar eens op. Rozinkie gepasseerd. De bal uiteindelijk achter. De spelers van DOS zeggen allemaal dat het Hens is geweest. De scheidsrechter wil van niets weten. Ook hier weer gevaarlijk voor de goal van Rodney Rozink. En weer komt Flevo Boys goed weg, zeg. Nijboer ruimt op. Maar de goal voelde je aankomen. En gaat er uiteindelijk ook komen. Hier niet lekker wegwerken van Rodney Rozink. Die zo goed stond te keepen. En er is het 1 tegen 1. Stef van der Velde. Hij maakt de goal. En omdat concurrent Dato wel won, gaat de periodetitel aan de neus van Flevo Boys voorbij. Ja, dit is, wat ik al zei, dit is een klein tikkie, maar daar komen we wel weer bovenuit. Het jonge kartalent Fabian Feliciano Rebelo uit Dronten staat te trappelen om Max Verstappen op te volgen. De 10-jarige snelheidsduivel kreeg vanochtend met nog 8 andere talenten een echte mediatraining. Wat heb je precies geleerd? Dat je de man moet aankijken die ook filmt en praat. Nou, wat je ook bij Max Verstappen ziet is dat het heel belangrijk is om niet alleen hard te rijden, maar ook hoe ga je met je fans om, hoe ga je met de media om. En we proberen eigenlijk de kinderen dat nu bij te brengen op wel een speelse en leuke manier. Deze trainingsdag is onderdeel van de wedstrijd Talent Scouting voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar zonder wedstrijdlicentie. Ja, we zijn in de zomer begonnen met een talentenjacht. Dus elke provincie hebben de rijders tijden neergezet en we hebben talenten overgehouden. En we zijn nu bezig met de laatste paar talenten en uiteindelijk kan men een kart winnen en deelname aan het Nederlands kampioenschap. De jonge Drontenaar staat pas aan het begin van zijn racecarrière, maar hij weet al wel waar hij wil eindigen. Later wil ik Formule 1 natuurlijk gaan rijden.